Yves Segers, we zijn in Woestwezel, opname van een clip voor het Slagerfestival. Wat heb je vandaag al moeten doen? Wel, ik heb al eens moeten dansen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen grote danser. Zeker als dat zo'n choreografie aanhangt. Dat is een moeilijk woord, hè. Het woord is dat zo moeilijk als dansken eigenlijk. En voor de rest, ja, een beetje solo-shots die gedaan worden. Fotokjes maken, want ja, er komt ook natuurlijk weer een affiche van het Slagerfestival. Een algemeen beeld. Dus dat is het zo'n beetje voorlopig. Maar het is nog, we zijn nog even bezig, dus... Is zo'n opname een beetje jouw stokpaardje? Ja, ik vind dat wel plezant. Ja. Uiteindelijk, ja, het is ook wel een festival wat toch nog altijd een zekere naam heeft. En dat daar dan ook zo een grote reclamecampagne rond gemaakt wordt. En dat je daar deel mocht van uitmaken. Dan mocht als zanger de dag van vandaag, zeker in ons genre, heel blij mee zijn. Want voor de rest ziet ons niet veel op tv natuurlijk, hè. Ah, nee? Nee, ja, de andere programma's, dat is niet meer aan ons besteed, blijkbaar. Muziek past niet in het genre, dus maar ik lig er ook al mee wakker van. Ik heb goed mijn werk als artiest en ik denk dat dat nog altijd hetgeen is wat dat je doet, hè, op het podium willen staan. Hè. Zeg, ik had het daar straks over een stokpaardje. Je hebt hier letterlijk op een stokpaardje gereden. Ja, ik mocht, zoals mijn eigen zelf weer zijn, de gekken uithangen, hè, maar dat doe ik graag. Dus... Eigenlijk wel leuk dat ik mezelf mag zijn in dit soort zaken ook. Dat het niet allemaal te stijfjes moet. Zeg jij dan op alle dingen ja of zeg je het soms toch nee? Er zijn weinig dingen waar ik nee op zeg. Hè. Als je zo'n beetje mijn carrière bekijkt en de videoclips die ik al gemaakt heb, dan zouden we moeten toch kunnen concluderen dat ik nogal vrij snel ja zeg. Als het maludiek en plezant is. Zeg, Country & Western is het thema volgend jaar van het Slagerfestival. Wie ga jij met de lasso proberen te strikken? Oei, dat is een vraag uit het wilde. Hoe bedoelt je? Ja. Ja, Country & Western, denk ik aan een lasso. Ja, oké, maar ik heb ooit wel zo'n liedje gemaakt. Hè. Ja, het was toen wel de cover, maar ik zing dat nog regelmatig bij optredens. Kom, pak je lasso maar. Dus ik hoop dat ik die mag uithalen en dat ik die mag brengen. Dat zou wel leuk zijn, dan kan ik het hele publiek meenemen met mijn lasso. Heb jij vroeger nog cowboy en indiaantje gespeeld? Ik denk dat we dat allemaal wel gedaan hebben, zeker. Zeker onze generatie, die deden dat nog. Hè. Want ik had ook zo'n tipi-tentje. Ja, dat stond dan in de tuin en dan was dat plezant. Dan mocht je een keer verkleden als indiaan. Allee, ja, echt wel leuk om te doen. Ja. Toffe nostalgie-dingen zo, ja. Jij was dus een indiaan? Ja. Ze hebben niet trouwens vandaag gezegd dat ze mij ook beter in indiaan hadden verkleed. Dat was er toch een beetje variatie. Hè. Ging wel opgevallen hebben natuurlijk. Hè. Dat ik daar zelf niet op gekomen ben. Alsof jij nu niet opvalt. Ja, maar nu zijn we allemaal cowboys. Hè. Dus dan zou dat zo, als je als enige indiaan daartussen loopt, dan valt dat natuurlijk wel op. Hè. Ja, en er zijn heel weinig vrouwelijke cowboys. Ja, we hebben eigenlijk... Cowgirls dus. We hebben eigenlijk alleen maar onze Laura, hè, ja, die is als cowgirl. En ze is dan eigenlijk ook nog echt gekleed als cowgirl, maar dan niet zo gelijk als die typische saloonvrouwen die met hun gedrapeerde kleren zo door de films lopen. Ik had gedacht dat zij zoiets aan hebben, maar ze zit volledig in haar in de gewone habitat van wat betreft de cowboys. Nu we het toch over country hebben, heb jij een favoriete country-artiest? Oh ja, er zijn er wel een paar. Hè. John Denver, ondertussen wel al ter ziele gegaan, maar die heeft toch wel, denk ik, geschiedenis geschreven met dat liedje van Country Roads. Ik denk dat er is geen leeftijd die dat niet kent, zelfs van jong tot oud. Iedereen kent dat. Dat merk je ook als je gaat optreden. En dat zit in een van mijn country medleys. Ik heb zo'n de cowboy dans dat ik doe. En daar zit dat ook in. Ja, iedereen is er mee. Dus ik denk dat dat toch wel een uitschieter is, ja. John Denver op nummer 1, op nummer 2 dan? Ik weet niet. Dingske misschien? Ik zou 1000 keer zeggen. Achy Breaky Heart. Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus, ja. Dat is ook, en niet te vergeten, want dat wordt misschien een beetje vergeten door het feit dat ze misschien wat minder in de belangstelling. Shania Twain. Die heeft ook wel country roots. Hè. Dat is,